Hey, goedenavond allemaal. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het... Zijn jullie klaar voor? Oké, dan gaan we met z'n allen 10, 9... Yes, daar gaan we weer. Dag 2 van de Huttenbaan. Niet rennen jongens, rustig aan, rustig aan. Niet rennen, gewoon rustig lopen. We komen zo ver mogelijk met de fiets naar voren, zodat we het gebruik overdag bij onze buurman. Dat is geen lachen. Even kijken hoe het erbij gaat en of we ook een ijsje kunnen krijgen. Zo, dan zijn we aangekomen bij de ijsmachine. Even een vraagje, kan ik al een ijsje tappen? Nog niet. Nog niet, straks wel? Misschien. Oké, helaas. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van de Bijbeunmannen. Ja, en we zijn vandaag bij Iris. En Iris, wat doe jij eigenlijk hier bij de Huttenbouw? Ik maak de roosters. Ik zorg dat de vrijwilligers allemaal naar hun zin hebben. En wat een van mijn taken is, is de toiletten schoonmaken. En dat mogen jullie dus vandaag voor mij gaan doen. Die is wel weer het leukste klusje. Ik had gehoopt op die roosters eigenlijk. Ja, die zijn al gemaakt en de toiletten moeten elke dag gedaan worden. Dus dat wordt jullie taak. Oké, dus, nou ja, vertel. Waar mogen we mee beginnen dan? Hoe gaan we dat doen? Jullie mogen bij mij de toilet schoonmaken. Ik zorg dat ik slang pak met water. En dan mogen jullie dat samen gezellig gaan doen. Nou, we gaan ervoor. Okay. Hey, tik hem aan. Tik hem aan. Nou, daar staan we dan. Ik heb al een waterslang in mijn handen gedrukt gekregen. En ik blijkbaar de bezems. Ja, nou ja, vertel. Zet hem op, spuiten, bezemen, trekken. Moet jullie lukken. Zal ik die wc even vol spuiten? Is goed, ga ik lekker trekken. Hartstikke goed. Vandaag hebben we last van een plaatselijke regenbui. Ja. Ga jij maar lekker trekken. Ik ga ik lekker spuiten. Jeetje, wat een stofbuiten. Oh joh! Ja, alles moet schoon toch? Ja, het moet schoon, maar ja. Zal ik even trekken? Ja, ga even trekken. Nou, zo is het wel goed hoor, Wouter. Wat is goed? Ja. Camera is ook schoon. Ja. Oh maar. Zo, dan mag je even trekken. Is goed. Ik had gehoord dat jij er beter in bent. Zo. Nou, hartstikke mooi. Top. Nou, Iris, kom je nog even kijken. Hebben we het goed gedaan? Ja. Of moeten we anders nog een beetje spuiten? Ja, nou, hartstikke mooi. Top. Voor mij was dit hem. Ja, dit was hem al de tweede aflevering van de Bijbeunmannen. Zijn we er morgen weer? Tik hem aan. Top. Tik hem aan, vrouwen. Tik hem aan bij je. En tot morgen. Tot morgen. Zo, we zijn weer terug bij de ijsjes en nu gaat het lukken, hè? Ja, zeker. Nou, dan gaan we het proberen. Kom maar op. Oh. Nou, dat ging niet helemaal weg. Oké, dit was hem.
Vandaag ga ik eventjes kijken bij alle hutten wat er gebeurd is en of ze nog nieuwtjes hebben. Zoals bijvoorbeeld door een hut heen gezakt, heb ik gehoord. Ja. Hoe is dat gekomen? Wouter had gezegd dat de plank nog niet vast zat, maar dat wist ik niet. Dus toen ging ik erop zitten en toen zakte ik in. Uiteindelijk wel gelukt? We hebben hem vervangen door die daar, dus ja. Oh, dat scheelt. Kan ik er nou wel niet doorheen zakken? Voor de rest, hoeveel schade is er ontstaan toen? Aan de hut of aan mij? Beide. Ik had wel pijn aan mijn rug, maar ja, en de hut, die lag een beetje kapot, maar. Maar zo te zien sta je weer bovenop de hut. Ja, inderdaad. Dus je bent weer bovenop gekomen. Ja. Ik sta hier naast Anou. En naast Koen. En wat is er vandaag bij jullie allemaal gebeurd? Nou, we hebben de hele bovendak hebben we helemaal afgemaakt. En ja. Frietjes gehaald, heerlijke frietjes. Shout-out naar jou, McDonald's. Was heel lekker. De patat was niet van de McDonald's. Oh. Ondertussen hebben we een nieuw hoogtepunt bereikt en ik zit hiernaast vier andere jongens. Wat hebben jullie vandaag allemaal meegemaakt? Dit dak is, dit hieronder, de verdieping, is helemaal ingezakt. Dus dat moesten we helemaal opnieuw gaan maken met allemaal balken. Hartstikke mooi. En dat is goed gelukt zo te zien? Ja, gaat wel. Het is best wel goed gelukt, ja. En komen er nog meer verdiepingen bij? Nee, dit is het. Dan gaan we kijken wie vandaag de hoogste hut heeft. We hebben hem gevonden, de allerhoogste hut. Gefeliciteerd allemaal! Woehoe! En hoe lang zijn jullie hier nu al mee bezig geweest? 2 dagen. Zijn er nog dingen misgegaan hier? Ja, wel eens. En gaan jullie nog uitbreiden, nog hoger bouwen, nog breder? Ik denk dat dit het wel is. Dit is het wel ongeveer. Ja. Ga ik jullie feliciteren met de hut en tot morgen. Dat klinkt helemaal niet verkeerd. Dan knip je en dan doen we even wat anders of zo. Bumper! We gaan het nog maar eens een keertje proberen. Hoi, we komen het nog een keer proberen. Hey, en ik heb nou op YouTube gekeken, dus ik weet nou hoe het moet hoor. Daar gaat hij. Kijk eens. Ja, het is gelukt! Oh! Zal ik het anders nog één keer proberen? Nou, eigenlijk hebben we vast een waterijsje voor jou, maar ja, we wisten niet dat het weer zou lukken, dus. Lekker! Het bouwen van een hut kan een heel feest zijn. Met kleuren, zoals roze of paars, of met ballonnen. De Bobbelbox hangt de slingers alvast uit en vraagt: hoe versiert u uw hut? Nou, we hebben slingers voor buiten de hut. En die gaan we buiten de hut dus ophangen. We willen allemaal leuke kermislichtjes maken, omdat dat past bij het thema en dat is gewoon leuk. En we willen van onze hut een spookhuis maken. En hij is ook eng. Nou, wij willen graag een ballen gooien, glow in the dark. En dan gaan de ballen, zijn glow in the dark en de blikken ook. En dan hebben we nog gewoon pompons om ook nog op te hangen voor buiten de hut. Met ballonnen, slingers, krijt, lampjes en confetti. Zo.
En wij hebben dus, zeg maar, een circus tent, die vorm van, zeg maar, echt een circus tent. Zo ziet onze hut eruit. En we hebben, zeg maar, de kraampjes die je ook bij de kermis hebt, zoals touwtrekken en zo. En die gaan we dan helemaal mooi versieren met allemaal lampjes en slingers. Ja, en dan is het eigenlijk klaar. Dit was het alweer. Het huttenbouwjournaal voor de dinsdag. En wat hebben we genoten? Heerlijk weertje, zeker. Ja, en vergeet niet te kijken www.huttenbouw.nl voor het dagelijkse krantje. Zeker. En vergeet niet op Facebook van de Huttenbouw en de Instagram van de Huttenbouw. Houden wij jullie op de hoogte. En op de Facebook en de YouTube kan je natuurlijk deze aflevering terugkijken. Hey, hartstikke goed. En tot morgen. Doei!